Heel veel Alphenaren die twijfelen aan hoe de constructie in de rivier lag. Kunt u daar wat over kwijt? Is die gebruikelijk? Een brug midden in Alphen is natuurlijk geen gemeengoed. Dus dat is altijd specifiek. En daar is een specifieke oplossing voor ontwikkeld. En die is dus aangepast aan de situatie? Die is zeker aangepast aan de situatie om op een veilige manier deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zoals dat in de, zeg maar, het plan van aanpak stond. Wat gaat u nu doen als, als aannemer? Nou, we gaan eerst deze klappers verwerken. En ik hoorde dat gisterenmiddag om 5 uur. En ik heb eerst mijn auto's aan de kant gezet. En ik heb dat dus rustig zitten te verwerken. Voor de rest zijn we ons gaan informeren via de digitale media wat er een fotomateriaal zo beschikbaar was. Maar mensen hebben me geïnformeerd. En toen ben ik als de Wiedeweerga 400 kilometer verder naar het eerste vliegveld gereden. Om op tijd hier te zijn. En mijn aandacht gaat uit naar alle bewoners die hier ellende van hebben. En daar richten we onze aandacht op. En hoe gaat het met uw medewerkers die er ook natuurlijk bij betrokken waren? Heeft u helemaal gelijk in. Precies zo. Die mensen die zijn bijna in shock. En ook daarvoor vond ik het nodig om mijn vakantie direct te onderbreken en deze mensen gewoon alle steun te geven die ze nodig hebben in zo'n moeilijke tijd. En wat gaat u aan de slachtoffers doen? Slachtoffers gaan wij als volgt. Wij kunnen ons voorstellen dat de mensen die huis en haard kwijt zijn of vanavond niet in hun woning terug kunnen, dat die via de gemeente van ons als voorschot €2000 beschikbaar krijgen. En de ondernemers die hun bedrijf niet meer kunnen voortzetten, €5000 per ondernemer. De uitdatering hiervan vindt in overleg met de gemeente plaats en zal dus situatiespecifiek zijn. Je hebt niks aan geld op je bank als je bank pas in het huis ligt.